Je hebt kunstenaars, die hebben een beroep. En als expressie hebben ze dan een kunstvorm. Maar als je die kunstuiting gebruikt om in je beroep weer nieuwe zaken te ontdekken en te experimenteren, dat is weer een kunst op zich. En zo iemand zit nu naast mij, Dion Scheijen. Hartelijk welkom. Hallo. Audioloog en kunstenaar. Ja. En jij bent eigenlijk, hebt nou iets gezocht om je werk of je beroep, audioloog, een manier te zoeken vanuit je kunst om dat weer iets te verbeteren in omgevingsgeluid. Ja. Waar we hier ook weer middenin zitten. Ja. Ja. Nou, vertel. Jij mag het eens even allemaal gaan uitleggen. Ja. Dus het is een vrij complex gebeuren natuurlijk. Ik heb twee beroepen die ik nu bij elkaar aan het brengen ben. Ja. Klinisch fysicus audioloog. Daar heb ik een vak waar ik regelmatig met toch gehoorproblemen te maken heb. Mensen die door een gehoorverlies minder kunnen spraak verstaan. Ja. En als we kijken steeds naar... Steeds een meer voorkomend probleem, denk absoluut. Ik, met die harde geluiden. Ook die dat, disco. Daar kunnen we nog een heel ander interview mee gaan vullen. Ja. Maar als je eigenlijk stilstaat bij hoe dat oor van de mens werkt, dan is dat op zich al een kunst. En dat heb je meegebracht. Ja, ik dacht, daarom, ik ga een mini-college geven aan, aan TV Valkenburg-kijkers. Het is namelijk eigenlijk zo dat we daar helemaal niet bij stilstaan. Maar hele zachte trillingen, of lichte trillingen eigenlijk, die in ons oor terechtkomen en die dan in dat oor worden omgezet in een elektrisch signaal, zodat de hersenen dat kunnen waarnemen als geluid. Ja. Maar als we hier nu al stilstaan bij de geluiden die we nu hier een beetje op de achtergrond horen, mm-hmm. Ik hoor nu dat daar mevrouw een kopje koffie neerzet, het geklets van andere mensen, dan kan ik toch dan in dit gesprek gewoon me concentreren op wat wij met elkaar aan het vertellen zijn. Ja. Dus dat kan allemaal in die hersenen ook uit elkaar gehaald worden. Nou, of uitgefilterd worden. Uitgefilterd worden. Alleen dat uitfilteren, dat wordt een probleem op het moment dat we ouder worden. Want eigenlijk door het ouder worden gaat ons gehoor langzaam achteruit. En vooral die hoge frequenties. En ik had ook een audiogram meegenomen. Kunnen we straks... Dit dan. Ja, precies. En dan ziet men dat eigenlijk het vanzelfsprekend is dat bij het ouder worden langzaam die hoge tonen bij iedereen achteruit gaan. We zien ook daar eigenlijk dat proces begint al vanaf een jaar of 20. Ja. Alleen dan zijn we ons daar nog niet bewust van. Dan kunnen we allerlei trucjes gaan uitproberen om dat te vermijden of in ieder geval daar te compenseren. Alleen als we rond die 60 jaar zijn, mm-hmm. dan zit er gewoon een gehoorverlies wat toch wel echt impact heeft. En dan hebben we ook nog met een probleem te maken dat in de loop van de tijd zijn ook nog de inrichtingen steeds moderner geworden. Ja. Zowel van woonhuizen, maar ook als we kijken gewoon naar verpleeg te huizen, ziekenhuizen. Allemaal gladde vloeren, grote wanden. Staal. En de akoestiek in zo'n ruimte gaat dan alleen maar slechter worden. En wat krijg je dan? Heel veel echo. En de echo, dat is eigenlijk allerlei geluiden die van allerlei kanten naar binnen komen. En dan kunnen we moeilijker filteren op het moment dat we zo'n hoogtonenverlies hebben. Ja. Nou, waar wij nu naar kijken is natuurlijk vanuit de audiologie. Dat wij kijken hoe kunnen we dat oplossen met een hoorapparaatje. Dus ook daar is een industrie vooral op gericht. Van, kunnen we daar met ruisonderdrukking richting gevoelige microfoontjes. En die techniek is ook al vrij ver gevorderd. We zien daar ook gelukkig wel al dat het stigma van dat hoort alleen maar bij ouderen. Dat zien we ook al veranderen. Het wordt al wat moderner om een hoortoestel te gebruiken. Maar daar staat men niet stil wat dat voor consequenties gewoon thuis heeft. Dus we zien gewoon dat thuis mensen nog in een moderne inrichting een slechte akoestiek hebben. Dus die echo die blijft bestaan. Nu ben ik ook al jaren eigenlijk kunstenaar en ik maak vrij grote werken. Ja. En op een gegeven moment kwam er toch het gedachte van ik kan misschien die grote oppervlakte in plaats van linnendoeken akoestisch materiaal gaan gebruiken. En op die manier kunnen we dan de geluiden met die grote oppervlakte absorberen. Oké, goed. Zullen we eventjes onderbreken en dat ons even allemaal op ons in laten werken? Kunnen we ondertussen even gaan kijken naar een ander kunstwerk ergens hier in Valkenburg en zijn we zo dadelijk weer bij u terug. Tot zo. We staan hier bij de historische wasplaats in het centrum van Valkenburg. Een historische wasplaats waar de vrouwen vroeger de was deden. Vaak in barre weersomstandigheden. Maar de was moest gebeuren. Het was dagelijks werk. Om dit te gedenken heeft voormalig burgemeester de heer Martin Eurlings een plaquette laten plaatsen. Een bronzen plaquette.
Deze is gemaakt door kunstenaar Wil van der Laan uit Meersen. En hij heeft een heel mooi tafereel uitgebeeld van deze wasvrouwen. De plaquette heeft hele mooie licht- en schaduweffecten en doet eer aan de wasvrouwen die hier de was hebben moeten doen. Gelukkig zijn deze tijden voorbij, maar mooi dat deze plaquette wel nog ons laat herinneren aan de omstandigheden waarin de vrouwen vroeger hebben gewerkt. Nou, en vanuit het kunstwerk van Valkenburg gaan we nou over naar de kunstwerken die jij maakt. Want jij bent nou bezig om inderdaad een nieuwe ondergrond te zoeken voor die akoestiek. Nou, ja, ja. Hier heb je al een voorbeeldje, nou, ja, wat is dat? Ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar welk materiaal kan ik gebruiken om van die grote werken, om daar toch een kunstwerk van te kunnen maken. Dus ik had eerst ook via bedrijven die natuurlijk dit materiaal al gewoon maken, maar dan is het gewoon één kleur. Waar ik natuurlijk op zoek ben gegaan, hoe kan ik die stijl die ik normaal neerzet met mijn kunst, waar ik vooral de natuurelementen in gebruik, dus water, vuur, de lucht, dat is meestal wat ik wel op de doeken wil krijgen. Hoe kan ik dat dan nu op zo'n akoestisch materiaal krijgen? Dus daar ben ik mee gaan experimenteren. En met akoestisch materiaal bedoel je eigenlijk materiaal wat de omgevingsgeluiden absorbeert? Nou, of wat niet meer eigenlijk weerkaatst. Ja, precies, dat laatste. Ja, ja, het is een absorberend materiaal, dus die lichte trilling die normaal dan in ons oor terechtkomt, die gaat dan hier eigenlijk in die kleine poriën. Mm-hmm. En die kan dan eigenlijk niet meer terugkomen. Dus die reflectie wordt minder. Ja. En daar ben ik op zoek gegaan wat dan eigenlijk de beste oplossing is. En daar ben ik toch nu een beetje richting dit gekomen. Ja, als we dat nou even zo houden, kan het ook in de camera wat gezien worden. Waar ik als het ware... Dat mag je zo vervelen. Ja, tenminste, normaal is het zo, je kunstwerk mag je niet aanraken. Nee, en ik vind het fijn als mensen, als ze een kunstwerk van me hebben, dat daar af en toe aan gevoeld wordt. Ja, ja. Want ik maak er ook maar medium op, waardoor je toch wel nog een zintuig prikkelt. Dus dat je een gevoel krijgt. Ja, dus in principe probeer ik alle zintuigen een beetje daarin te krijgen. Nou, met dit materiaal is het zo dat ik delen, die gebruik ik, die laat ik een beetje open. En daar kan ik dan gebruik maken van die absorptie. Ja. En dan gaat het geluid hier doorheen. En dan ziet u aan de achterkant dat daar het absorberend materiaal zit. Ja. Dus dit zorgt ervoor dat dan die reflectie minder wordt. Mm-hmm. Nou, als we dit is nu een klein voorbeeld. Ik heb normaal 2x2 ongeveer. Je maakt meestal grote kunstwerken. Nou, als we dit dus op een groter oppervlakte doen, dan krijgen we die absorptie. En daar wil ik met de Hogeschool van Brugge... Ik wou zeggen, want je kunt wel een prachtig idee hebben, maar is dat uitvoerbaar of is daar ook bodem voor? Exact. Ja. Nou, dat wil ik natuurlijk een beetje ook nog als technische onderlegpersoon, wil ik dat nog gaan toetsen. Ik wil gaan weten hoeveel ga ik nu in zo'n ruimte met zo'n doek aan absorptie terecht krijgen en hoeveel voordeel gaat dat geven dan bij een huiskamer in de mensen. En welk instituut of onderwijs gaat daarmee onderzoeken doen? Hogeschool Brugge. Ja. Die hebben ook een heel nieuwe stijl neergezet. En dat is een audiologisch centrum? Nee, dat is een opleiding waarbij wel audiologie onderdeel is. Ja. Dus daar wordt onderwijs gegeven in de audiologie. Ja. En daar gaat een student een opdracht eigenlijk uitvoeren om dan te kijken naar de absorptie van die kunstwerken. Ja, en hangt het dan ook af, want ik had begrepen dat jij vooral met acrylverf werkt. Ja. En dat lijkt me toch wel stug en hard. Klopt. Dan zou je ook van materie moeten veranderen. Nee, ik meng het een beetje en dan wordt het soepeler. Okay. En die techniek die gebruikte ik sowieso in mijn schilderijen. Oh, ja. En nu kan ik het ook nog toepassen op dit dingen. Maar je blijft bij die acrylverf. Ja, absoluut. Want dat is net waar ik die stijl mee heb ontwikkeld. En dus daar ben ik eigenlijk ook op zoek gegaan naar het materiaal. Mm-hmm. Waar ik gewoon mijn stijl die ik neerzette met mijn kunst, om die dan op die manier nog verder uit te breiden. Oké. Okay. Wat is dan het verschil tussen acrylverf en olieverf bijvoorbeeld? Nou, olieverf sowieso droogt veel langer. Ja. Dat is voor mij, mijn techniek is dat te lang. Want te lang, ik gebruik als het ware ook het droogproces gebruik ik als het ware om de stijl van mijn doeken neer te zetten. Oké. Okay. Want ik doe alles met een roller. Dus, dat is gewoon eigenlijk zo abstract, zo strak mogelijk. Ja, 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 dat is interessant. Nou, we gaan je volgen. We kijken hoe dat eventueel weer effect heeft op de medemens. Hartelijk dank voor je uiteenzetting en alle succes. Dank je wel. En dan is dadelijk nog de tip van de week.
de eigenzinnige, sprankelende en veelzijdige kunstwerken van Willy Gorissen worden tentoongesteld in het Museum Land van Valkenburg. En deze expositie loopt tot volgend jaar 7 januari 2018.